Hallo meiden, superleuk dat je kijkt. In deze video ga ik het hebben over iets wat ik zelf nog helemaal niet wist. Ik was onlangs op bezoek bij Freek van Touché Models, een supergoed modellenbureau in Amsterdam. Daar heb ik vroeger zelf ook bij gezeten. En ik heb een interview gedaan met Freek, want ja, hij weet natuurlijk zoveel. Hij zit al meer dan 30 jaar in die business. En hij weet ook hoe het nu gaat in de modellenwereld nu. En ik vroeg aan Freek, stel hè, als je nou een hele mooie meid bent en je hebt alles wat je maar kan hebben. Prachtig haar, mooie huid, mooie ogen, mooie lippen, tanden. En je bent een bruisende persoonlijkheid en je bent gewoon super prachtig. Maar je hebt niet de maten, de originele maten die een model zou moeten hebben. Dus dat is eigenlijk minimaal 1,75 lang. Maat 36. Toen zei hij tegen mij, nou als dat echt zo is, dan wil ik die persoon wel moeten. En dat vond ik eigenlijk heel verrassend om te horen en heel leuk, want in de tijd dat ik modelde, was dat überhaupt niet zo. Dan moest je echt heel strikt aan die maten voldoen. En was je deed je shows, dan moest je per se 1,80 meter zijn. Ja, je moest gewoon aan al die maten voldoen, omdat je werkt ook met een monster. Collectie. En die monstercollectie die moet natuurlijk passen op je lichaam, dus dat wordt maar 1 keer gemaakt. Hij zei, ik wil die persoon wel ontmoeten. En dat vond ik ontzettend leuk om te horen, iets wat ik nog niet wist en ook iets wat ik met jullie wil delen. Vind jij jezelf toch heel bijzonder of hoor je om je heen dat je toch een heel bijzondere look hebt? Probeer het dan toch. En ben je misschien heel erg jong, want het kan ook zijn dat je 13, 14 jaar bent, dan ben je misschien ook nog niet helemaal lekker met jezelf of misschien nog een beetje verlegen of onzeker. Probeer het dan een paar jaar later weer. Zo vertelde Freek ook over een meisje die hij eerder had gezien en toen was ze nog een beetje jong. Toen zei hij, nou kom maar over een paar jaar terug. En een paar jaar later zei hij, nou die had gespoord, die was ouder geworden, zelfverzekerder geworden. En hij zei, ik was foto's van haar aan het maken en ik dacht van, wow. Hij zei, ik moest heel te zo bij de kamer kijken van, wow, wie is dat? Wat is daarmee gebeurd? Dus jongens, jullie zijn nog jong en in ontwikkeling. Geef het vooral niet op en geloof ook een beetje in jezelf. Veel groetjes van de Modelcoach. Doei!